Nu, er moet ook televisie gemaakt worden in het voorjaar. Ergens één show komt er. Dat is natuurlijk een hele trendbreuk met de 7 zondagen Eurosong. Wanneer komt die show er? Die show komt er in het voorjaar van 2010 en die datum gaat eigenlijk binnenkort gefinaliseerd worden. Het hangt af van de programmering enerzijds en anderzijds van productionele contouren. Maar er komt zeker en vast één grote, mooie, gevarieerde show rond de deelname van Tom. Spreken we dan over februari ten vroegste of maart? Ik kan alleen maar zeggen, we spreken ten laatste over 21 maart, want dan moeten we de song aan de EBU overhandigen. Dus het moet voor 21 maart. En Bart Peters presenteert? Bart Peters zal het presenteren. En waar wordt de show gehouden? In een kleine locatie of gaan we naar iets groter? Dat zijn ook productionele contouren die we nu moeten bekijken. Is daar een budget voor überhaupt? Want dat is ook waarschijnlijk een van de redenen waarom dat het nu allemaal een beetje bescheidener moet. Er is geen sprake van downscaling. We zijn niet van 7 shows naar 1 gegaan om budgettaire redenen. Het is zo dat er in die frequentie op zondagavond een heel groot nieuw programma komt dat het zeer goed zal doen. Het heeft daar niet mee te maken. Het feit dat we naar 1 show gaan heeft te maken dat we maar 1 artiest hebben. Dat is de enige reden.